Begin maart lijkt misschien wel een beetje vroeg. Maar bij teler Erik Verhoeven in Kromvoort zijn al volop asperges te verkrijgen. Het witte goud, zoals asperges ook wel eens worden genoemd, komt nog wel uit de kassen bij Ulvenhout. Hoe is de kwaliteit van de eerste kas asperges? De eerste zondag van ons seizoen eten wij ze altijd traditioneel met onze ouders. Dus hebben we gisteren gedaan. Perfect. Ze zijn lekker. Ja, want ze komen uit de kas. Is daar dan nog verschil in smaak, kwaliteit? Natuurlijk komen ze nu uit de kas. Het is nog veel te koud buiten. Er is nog geen activiteit in de grond bij de volle grondsasperges. Want ik kom net van het veld af. Het is nog veel te koud. Dus natuurlijk zijn ze er uit de kas. En de smaak van een asperge uit de kas is van een constante kwaliteit. Als je een asperge hebt die in de volle grond groeit bij echt koud weer, als het bijvoorbeeld vriest of sneeuwbuien zijn in april nog, dan smaakt die bitter omdat de groeisnelheid te langzaam is. Dus de smaak van de kas, constant en in de volle grond, is die of wat bitter of ook precies goed. En wat is de verkoopprijs op dit moment? Waar gaan ze voor in de verkoop? Ze zijn dit jaar duur, ja. Ja, waar ligt dat aan? Het is altijd vraag en aanbod. Aanbod is de teelt zelf. En het is nou ook koud in de kas. We stoken wel om bij de plant. Maar in de kas zelf, de ruimte in de kas, wordt niet gestookt. Het is gewoon koud. Dus we hebben weinig asperges. En jullie, de consumenten, willen toch graag asperges eten. Ja, ze zijn nou 15, 16 euro de kilo, als ik mijn eigen niet vergis. Dus dat is duur. Het is ook crisis, zeggen ze. Maar de echte lekkerbekken, die komen toch wel.